blijft voor altijd een gat daar. Waar die zwijnen gegraven hebben. Hartslag 178. 180. Dat trekt niet meer, dit ding. Ik ook niet. Die is nieuw. Ja, die is ook naar een pad gebied aan het op, maar. Ja, nee, maar hij is nieuw. Heb ik gelezen. Nou. Maar wat hij doet. Ja, benieuwd. Dan is er rustig overheen. Ja, ik kan slecht zien. Ja. Thank you.
wij Bram toch niet over een bruggetje, maar die andere. Dan hadden we Ede verder vervolgd. Nou, dan gaan we terug. Toch het tegenlicht. Dat wel gaaf. Ja. Als je zo meteen gereden is, dan... Ja, zeker. Heel gaaf. Het is ook wel nu dat je zo kort met weinig snelheid en ineens weer staan moet klimmen, dan voel je het ook echt wat merkbaar lichter. Ik heb het zwaar. Dat is echt merkbaar lichter. Ja. Ik denk dat ik de batterij leeg heb, want... Nee, hij start niet. Net toen we wat harder fietspad naar beneden gingen, zag ik hem ook 30 km per uur en in één keer 34. Puur op GPS, ja, zeg maar. Precies. Dan doet hij het gewoon niet mee. Een leuk gebied dit, hè? Dat, dat wordt echt, als straks Lunteren klaar is en verder die kant op heen zo met Otto, dan zijn ze nu mee aan het graven, begreep ik. Maar ik weet niet of het de bedoeling is dat je hem zo rijdt zoals we nu gereden hebben, of dat je juist daar vandaan komt en dat je dan hierin gaat. Straks. Want waarom, je pakt hem, je pakt het brugje over en dan ga je dan richting Otterlo, denk ik straks. Dat is daar. Er moet gewoon een splitsingbordje komen. Ja, dan zal dit Otterlo worden. En dan het brugje rechtdoor zijn, maar dan pak je hem vanaf Ede en dan richting de kinderroute. Daar staat ook weer een paaltje. Zou die hier gelijk weer in gaan? Of is dat een ander paaltje? Kijken. Dat is een wandelbordje, denk ik. Ja. Nou. Oh, even een zak. Of op. Ja, afwerkt. Volgens mij. Is het een grafisch? Nee. We zijn absoluut niet de eerste die dat doet. Nee. Ik moet er niet een te lang rondje van maken, want ik moet vandaag mijn kinderen uit school halen om 2 uur. Oké. Oh ja. Jij moet ook al voor die tijd thuis zijn. Ja, ik moet ook al. Ik denk dat we het hier erg ophoudt. Ja, dan maar links omhoog. Nou. Een hard hoofd in toen ik die boom moet te zakken. Ja. Dat gaat het niet worden. Ja.
Dus we gaan gewoon dat, ja, dat pad waar we vandaan komen. Dat is fietspad, denk ik, ergens. Een stukje terugrijden? Ja. Er staat nog geen bordje, dus weten wij veel. Misschien moet het wel zo. Nee. Nee. Dan ga je ze kapot rijden. Hè? Dan ga je ze kapot rijden. Ja. Hij is toch nog zacht genoeg. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal haat.